Hallo iedereen, welkom bij Vraag en Antwoord. Vraag voor Rami van Koen. Hoe voelde je je bij je debuut van SC Heerenveen? The debut was a special moment. It's something that you work hard for. And to come from the youth to the academy is a big step. And to make it against Feyenoord, which I did, was in a big stadium. And it was a special moment, of course. Question from Julian. What do you think of the right back position? De rechtsbackpositie is een redelijk nieuwe positie voor mij. Ik pas me gewoon aan en ik denk dat ik er een mooie stap in kan gaan maken. Volgende vraag van Thomas. Wat is je favoriete vakantieland? My favorite vakantieland is Lebanon. When we go back there with the family and we have a lot of family and friends there. So it's always nice to be back there. Hamdi, question from Tirsa. Hello Hamdi, what kind of food do you like the most? Ik hou meestal wel van pittig eten. Het liefst Afrikaans eten of Indiaas of Mexicaans. Vraag van Anko. Hoi Rami, wat is je droomclub? Since I was small, I've always supported Barcelona, so that's my dream club. And it's of course a goal to play there one day. Hamdi, question van Geertje. Who is your idol in football? Ik heb best wel wat spelers waar ik naar opkijk. Bijvoorbeeld een Thomas Partey. Maar daarnaast niet zo heel veel. Vraag voor Rami van Martin. Wat vind je van Hamdi Akiobi? I think he's a funny guy, social guy. Always laughing when you're with him, but sometimes he. No, I cannot say. When it's about football, he's always serious and hardworking, and outside the pitch, just a funny guy. Simple as that. Social, funny. Yeah, sometimes a bit like a clown, you know, joking around too much, but yeah, it's good, it's all good. Hamdi, question from Arjen van der Heide. What is your favorite competition? I heard there was some interest from the Serie A. Mijn favoriete competities, ik denk dat ik er wel een aantal heb. Ja, Italië is er zeker eentje van, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ik denk dat dat mijn vier competities zijn, waar ik echt naar opkijk. And what about the interest from the Serie A? Ik denk dat ik evenveel weet als jij. Vraag van Gilles. Wanneer denk je een basisplaats te kunnen veroveren? My goal is to take a starting place this season, of course, as fast as possible. That's why we play football, to be in the starting 11 and to help the team in every game. And as long as I'm not there, I'm gonna work hard towards it. Hamdi, question from Menno. Hi Hamdi, do you like your internship at SC Heerenveen TV? Oh. Het is de beste stageplaats waar ik ooit heb stage gelopen, eerlijk. Ja, ik leer iedere dag wel wat dingen. Het is nu een beetje lastig door de coronatijd, maar ik ben blij dat ik hier stage loop. And what's the reason for you doing the internship bij SC Heerenveen TV? Ik ga nog naar school. Ik zit in mijn tweede leerjaar van media vormgeving. En ik dacht van waarom ga ik gewoon geen stage lopen bij de club, sinds ik hier toch al iedere dag ben. Volgende vraag van Terry. Wat vind je van de Nederlandse keuken? En kook je graag? Dutch food is, to be honest, it's not my favorite kind of food. but yeah, I have no problems with eating different food. So if I'm really hungry, you know, I can eat it. And but to cook it, it's not my thing to cook Dutch food. Wat is het raarste wat je van de Nederlandse keuken hebt gegeten? I think this, it's called stamppot or something. You mix everything together. It's not the best food I've had, but yeah, it's all good. This was Vraag en Antwoord. Bedankt voor het kijken. En hierbij nomineer ik Henk Veerman. En ik nomineer Jan-Paul. Ancien.